Hoi, leuk dat je weer een video bij mij komt kijken. Vandaag ga ik je de Zoomer Zups laten zien. Ik heb 2 Zoomer Zups gekregen van Spin Master. En ze zien er hartstikke leuk en hartstikke schattig uit. Een Zup is een interactieve puppy die reageert op aanraking. Nou heb ik 2 zoontjes en ik dacht, ik heb 2 Zups, 2 zoontjes. Dus ik laat ze een eerlijke verdeling maken. Mijn oudste zoon Noah staat hier naast me. Noah, laat eens horen. Hallo! Noah die is blij, want hij mocht ook 1 van de Zups hebben. Wat hebben jullie eigenlijk afgesproken? Want ja, eentje is roze en ik heb 2 jongens. Dus wat hebben jullie afgesproken? Dat mijn broertje de blauwe krijgt, want ik kan wel tegen roze. Ik had het liefst die andere gehad, maar mijn broertje kan niet tegen roze. Dus daarom heeft hij de blauwe gekozen. En jij vindt roze niet zo heel erg, hè? Ja. Ja, nou, dat vind ik heel fijn zoals jullie dat met z'n tweeën hebben opgelost. Gewoon zonder ruzie hebben jullie samen gelijk opgelost. Volgens mij heeft hij eigenlijk meteen gezegd, ik wil de kat. En toen zei jij, is goed. Hè? Ja. Dat was wel lief van jou. Oké, wij gaan Barkum opzij zetten. Barkum gaan we in een andere video openen met mijn jongste zoon erbij. Ik ben nu met mijn oudste zoon bezig en wij gaan Flair openmaken. Jij wil hem openmaken, hè? Ja. Ja. Hoe is dat ook weer het makkelijkst? Je handjes zijn een beetje klein, hè? Als je hem aan de onderkant opent. Aan de onderkant, iets naar beneden, kunnen mensen het zien. Onderkant openmaken. Ja, en dan komen we het een en ander tegen aan de onderkant. Nou, en dan gaan we hem er verder uittrekken, ja? Oké, wij hebben haar aan de onderkant hieronderin losgeknipt. Ze zit nu los in haar huisje. Zometeen halen we haar eruit. Er zit een collectorskaart en een collectiekaart. Daar kun je zien welke Zups er nog meer allemaal te koop zijn. Ik zal voor jou trouwens hieronder bij de beschrijving van de video even linkjes plaatsen naar de verschillende Zups. Zodat je kan zien waar je ze kan kopen en hoeveel ze ongeveer kosten. En Noah, jij gaat het van me overnemen. Ja, ik ga de Zup eruit halen. Zo. Hier zit de aanknop om aan te zetten. Hier dus. Hij is aan. En kijk, zo licht erop. Nou, wat zou je allemaal kunnen doen, denk je? Oh, wat is dat voor geluid? Likken. Oh, ze is aan het eten of niet? Oh, wat gebeurt als je... Oh, ze heeft honger. Ze heeft honger. Ah, op haar neusje drukken, eten geven. Oh, als je voor de ogen langs gaat, hè? Oh, dat vindt ze wel lekker als je er over de hoofd eit. Ik heb geleerd hoe je ze wat schattige geluidjes maakt. Ja, dat lijkt wel een beetje... Lijkt alsof ze I love you zegt, hè? Doe nog eens hoofd en de neus tegelijk. Leuk, hè? Ja. Nou, zo maakt ze schattige geluidjes. Dus door de neus in te drukken. Doe nog eens een keer op de neus. Ah, oh, dat is leuk. Dan ga er maar lekker aaien. Ik vind dat ze nu al schattige geluidjes maakt. Alleen al door het te aaien. Ha, leuk. Ze heeft ook rolvoeten. Oh ja, ze kan een beetje rollen, ja. Ze rolt deed het bij mij weg. Zullen we eens gaan uitzoeken of er ook spelletjes zijn? Ja. Ik ga nu een spel laten zien. Hoe zet je hem aan? Door hoofd en neus ingedrukt te houden, zo. Ja, dan loslaten. Oké. Doet ze het? Even wachten. Ja, nu doet ze het. Blafhuil. Goed zo. Blafhuil. Zo.
Huil, huil. 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 Goed zo. Ja, je hebt gewonnen. Goed gedaan. Yes. Oké, en dan gaan we nu naar een geheime truc. Op de kaart staat al wel wat de geheime truc is, maar jij wilde dat nog niet weten, hè? Ja. Dus ik verklap niks. Dan laat maar aan de kijkers zien hoe je een geheime truc kan doen. Ai. Proberen. Ai en dan heel snel tik-tik. Wij gaan even uitproberen hoe we de geheime truc doen. We zijn eruit. Jij hebt het ontdekt, hè? Ja. Nou, laat maar zien. Oh. Ja, gewoon proberen. Je zit er nu ook niet zo goed voor, hè? Dat is hem. Nog een keer. Goed zo. En het klopt ook wel, want op de kaart staat... hier... Geheime truc staat op de kaart. Kunnen jullie het zien? Even kijken daar. Geheime truc staat op de kaart. Wolf whistle. Dat betekent wolf fluitje. Dat is de geheime truc. Oké. Hey Noah, heel erg bedankt dat jij deze video samen met mij wilde maken. Wilde jij nog iets tegen de kijkers zeggen? Ja. Wat dan? Op mijn kanaal ga ik ook nog meer dingen over de Zoomers Hubs vertellen. Oh, en wat is jouw kanaal dan? Videodraak. Videodraak zet hem heel even uit. Oké, nou, heel erg bedankt. Zo, ik neem het weer over. Deze gaat in haar huisje en dan geef ik het aan mijn zoontje zometeen. Bedankt voor het kijken. Vond je de video leuk? Vergeet het dan niet een like te geven. Wil je ook lid worden van mijn kanaal? Dat is gewoon gratis. Dan klik je hierop. Hieronder zie je mijn mans kanaal. Daar zijn twee leuke video's en ik zal hieronder dus linkjes plaatsen naar waar je het kan kopen en hoeveel het kost. Doepa doe!